Goedemorgen of goedemorgen vanuit Dresden in Duitsland. Vandaag ga ik op pad met het Deutschland-ticket. Het ticket dat je voor 49 euro per maand door heel Duitsland laat reizen. Wel alleen met regionale vervoer. En vandaag ga ik naar een ander hotel. Ik heb hier eerst in Dresden geslapen voor 2 nachten. Echt een topstad Dresden. Bezoek die vooral. En nu ga ik verder richting het midden van Duitsland, naar het plaatsje Weimar. Het ligt in de buurt van Erfurt. Echt een gebied wat ik nog niet zo heel goed ken. En ik ga er dus heen met mijn Deutschland-ticket. Dat is prima te doen via Chemnitz, een stukje treinvervangend vervoer. En vervolgens via Zwickau, waar ook nog wel wat bijzonders te maken is met de treinen. Maar goed, dat gaan we straks allemaal wel zien. Ik ga vanaf hier met de RB30 in ieder geval richting Chemnitz. Normaal gaat hij helemaal door naar Zwickau, maar er zijn werkzaamheden. Dus we gaan eerst richting Chemnitz, ook een bijzondere plek. Maar goed, ga je mee? Guten Tag, sehr geehrte Fahrgäste. Das Team der Mitteldeutschen Regiobahn begrüßt Sie ganz herzlich in der Regionalbahn zur Fahrt von Dresden nach Chemnitz Hauptbahnhof. Ihre Fahrt führt Sie über Tharandt, Freiberg, Flöha und allen planmäßig unterwegs halten. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Freital, Rheinsberg. Nächster Halt, Falkenau Süd. Bitte achten Sie. Nach Leipzig zum Hauptbahnhof, Abfahrt 12.31 Uhr auf dem Gleis 5. Die Citybahn C4. Aangekomen op het station van Chemnitz. Het is een beetje een gekke plek in Duitsland. Ligt echt een beetje tegen de Tsjechische grens aan hier. Ik vind de naam, dat is ook wel een beetje representatief voor hoe het hier uitziet. Het is best wel een industrieachtig gebied hier, Chemnitz. Maar ik vind het best wel leuk. Je kunt hier trouwens vanaf Leipzig met de RE6 komen. En die rijdt nog met oude N-wagens, echt van die oude treinen met klapdeuren, waarvan de Deutsche Bahn het allemaal nu inmiddels eng vindt. Dus ik weet niet of deze na december ook door blijven rijden. Ik denk het eigenlijk wel. Ik denk dat er niet zo snel vervanging voor klaar staat. En ze hebben hier ook een soort geïntegreerd stadstramnetwerk die ook de regio ingaat. Dus qua openbaar vervoer best wel interessant. En de omgeving tussen Dresden en Chemnitz vind ik ook echt prachtig. Echt hele mooie natuur. Daar mag ik ook graag in wandelen. Vanaf hier moeten we verder met het Schienenersatzverkeer, dus een treinvervangende bus. Die ons uiteindelijk weer verder brengt naar de trein naar Zwickau. Treinvervangend vervoer in Duitsland is over het algemeen redelijk goed geregeld. Staat altijd aangegeven in de apps. Het is alleen altijd even kijken waar de bus vertrekt. Nou, daar zijn die paarse bordjes met ersatzverkeer voor om dat te vinden.
Het heeft ons gebracht naar station Siegmar, wat, nou ja, ook al zijn de werkzaamheden niet echt uitziet alsof het is opgeknapt, wel echt een pareltje. Überhaupt deze hele omgeving geeft echt nog een beetje vervallen vibes. Het is heel erg, heel veel gebouwen staan leeg. Het is best wel bijzonder om te zien. Heeft ook wel weer iets. Nou goed, we gaan even de trein opzoeken. Die trekt hier ergens vanaf het perron. Aangekomen in Zwickau. Het station ligt hier tussen de twee spoorlijnen in, dus in een soort V'tje, waardoor dit centrale stationsplein in het midden krijgt. Het station is echt nog in oude staat, dat is echt heel erg prachtig. Vanaf hier pakken we een regionale trein, want het station Zwickau ligt niet echt in het centrum van Zwickau, maar er gaan wel regionale treinen naar het centrum van Zwickau. En daarvoor maken ze gebruik van de tramsporen die hier liggen. Dus dat ga ik wel doen, dat is namelijk een heel bijzonder stukje. Welkom op station Zwickau Centrum. Het is eigenlijk een tramhalte. Maar in 1999 is de spoorlijn vanaf Zwickau Hauptbahnhof verlengd naar het centrum van Zwickau hier. Dat was in voorbereiding voor de Expo 2000, waarin ze eigenlijk naar aanleiding van het Karlsruher model de spoorlijn wouden doortrekken naar hier tussen de trams. Maar dat is hier nogal wat ingewikkelder, want de trams hier rijden op smalspoor. En de treinen, waar ik net ben aangekomen, die rijdt op gewoon normaal spoor. Dus dat is, wat is het, 1,5 meter breed bijna. En dat brengt dus problemen, want dat kan niet op elkaar spoor rijden. Dus het stukje hier verderop is ook nog eens strengelspoor, waar dus de verschillende spoorlengtes, breedtes naast elkaar liggen. Best wel bijzonder gedaan dus. Het is alleen niet echt aangeslagen. Het was de bedoeling dat het een beetje een soort voorbeeld was voor andere steden waarbij het Hauptbahnhof misschien wat verder ligt van het stadcentrum.
Maar goed, dat is dus niet echt aangeslagen en daardoor is dit een beetje een soort uniek voorbeeld gebleven. In Karlsruhe, daar is het wel aangeslagen, maar daar rijdt de trein niet verder naar de tramsporen, maar dat rijdt de tram eigenlijk verder over de treinsporen. Dat bleek iets meer succesvol te zijn en dat kennen we in Nederland inmiddels ook als Randstadrail. Bijzonder experimentje, vooral ook met die treintjes, die 1 baks dieselstadler treintjes. Hartstikke schattig. We gaan hier nog even een stukje de binnenstad in om te kijken hoe dat treinen hier over die sporen heen bewegen. En straks pakken we de bus verder in de richting van Liechtenstein, for some reason. Tot zover het bezoek aan Zwickau. Ik loop nu weer terug naar de centrumhalte, want daar pak ik, moet ondertussen kijken, niet wordt aangereden hier. Maar van daar pak ik bus 139 naar het station van Liechtenstein. Overgestapt in Liechtenstein, bijna Liechtenstein lijkt het wel, maar dat is gewoon een stadje hier ergens in Saksen. Op deze trein, de aansluiting was heel erg krap, dat kwam omdat er een Duits stoplicht stond die 3 auto's per keer doorliet en vervolgens weer 5 minuten op rood bleef staan. Daardoor werd de aansluiting heel erg krap, uiteindelijk echt net gehaald, maar daardoor geen beeld kunnen maken van het prachtige station van Liechtenstein wat half in verval zit. Maar wel de trein gehaald en dat scheelt, want de overstap, de RE1 die we gaan nemen, die rijdt maar eens per 2 uur. Dus dat is wel belangrijk dat die overstap moesten halen. En die rijdt met deze mooie kantelbakstreinen. Dat is de 612 serie. Hele leuke treinen zijn dat. Dus daar ga ik nu heen. Liebe Fahrgäste, das Team der DB Regio begrüßt Sie recht herzlich auf der Fahrt von Klaurau nach Göttingen über Gößnitz-Schmölln, Gera Süd, Gera Hauptbahnhof, Jena-Göschwitz, Jena-West, Weimar, Erfurt, Neudietendorf, Bad Langensalza, Mühlhausen, Leinefelde, Heilbad Heiligenstadt und Göttingen. Das Team der DB Regio wünscht Ihnen eine angenehme Reise. En uitgestapt op station Weimar, wat voor mij de eindbestemming is. Een beetje in the middle of nowhere, maar dat vind ik soms af en toe ook wel eens leuk. Echt een beetje ja, het Duitsland wat ik nog niet echt ken. Dat is vandaag ook een beetje de rode draad door deze video geweest. Namelijk allemaal plekken waar ik nog nooit echt ben geweest in Duitsland. En ik vind het eigenlijk hartstikke leuk. Hele mooie natuur hier overal. Sowieso in de herfstreizen vind ik een van de mooiste tijden van het jaar om in de trein te zitten. Met alle gekleurde bomen en uitzichten. Dat is echt perfect.
En in deze regio ziet dat er eigenlijk alleen maar mooier uit. En je hebt ook echt nog een aantal van die dingen die gewoon nog niet aangeraakt zijn. Gewoon een tijdje, dat is gebouwd en dat hebben ze sindsdien nooit meer bekeken. En ik vind dat stiekem ook best wel leuk. Dus eigenlijk een hele leuke dag. Vond je dit ook een leuke video? Dat hoop ik dan altijd maar weer. Dan kun je dat laten weten door een reactie achter te laten of een duimpje omhoog. En dan zie ik je de volgende keer weer bij een nieuwe video. Bedankt voor het kijken en tot ziens!